Goeiedag, luisteraar, kijker. Mijn naam is Janneke Donkelo en in de serie over Afrika ga ik nu praten met Toon van Eyck. Toon van Eyck, fijn dat je er bent. Vertel eens iets over jezelf. Iets over mezelf, oké. Ik ben in Zuidoost-Brabant geboren, op een kleine boerderij. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik daarna na mijn HBSB gedaan heb in Helmond naar Wageningen ben gegaan. Toen dat tijd nog de Landbouwhogeschool, nu Landbouwuniversiteit. Toen ik met HBSB klaar was, dan had ik zo'n lijst van wat kan je studeren aan de universiteit. Maar omdat ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik wou, want ik was 17 toen ik in Wageningen aankwam, heb ik eigenlijk voor Wageningen gekozen alleen omdat we zelf thuis boer waren. Dus kleine boer op zandgrond. Eigenlijk zo'n klein gemengd bedrijf wat je nu nog bij heel veel kleine Afrikaanse boeren ziet. Dus, maar dat was een volledig, ja, geen bewuste keuze, want ik wist helemaal niet wat ik wou. Maar ik heb er nooit geen spijt van gehad. Dus dat is gewoon een mazzel geweest dat ik dat gedaan heb. Nou, toen ben ik in Wageningen tropische landbouw gaan studeren. Ook weer niet omdat ik per se naar Afrika wou of zoiets, maar gewoon, ik kwam op een studentenflat terecht met 7 ouderejaarsstudenten. En ik was de enigste nuldejaars, zoals dat toen heette. En sommige van die ouderejaars, die hadden bijvoorbeeld tropische cultuurtechniek gestudeerd of irrigatie of zoiets. En die moesten hun praktijktijd in een Afrikaans land of in ieder geval een tropisch land doorbrengen. Dus sommige van die ganggenoten, die kwamen terug met mooie verhalen uit Afrika of Ethiopië of Suriname of waar ze nog geweest waren. En dat is eigenlijk ook de enige reden weer dat ik dacht van oké, als ik dan toch landbouw ga doen, ga ik tropische landbouw doen. Want dan kan je het avontuur. Ja, kan je praktijktijd in Afrika, of in ieder geval ergens in de tropen doen. Ja. Dus dat soort heel triviale motivaties. Ja. En ik zeg dat omdat ik nu ook zie dat in Nederland als jonge mensen steeds vroeger moeten kiezen van wat ze gaan doen. Ik vind dat een beetje idioot, want ik kon dat vroeger ook niet. Nee. En ik heb nooit ergens spijt van gehad, maar het is hartstikke triviaal wat je kiest. Ja, ja. Goed, dus ik ben tropisch landbouw gaan doen. In 1978 was ik afgestudeerd. Toen had ik meteen een baan in Mozambique. Dat was mijn eerste baan. Mozambique is in 1975 onafhankelijk geworden van Portugal. Dus dat was meteen nadat ze onafhankelijk geworden, alle Portugezen waren vertrokken. In totaal heb je? Ruim 20 jaar in Afrika gewoond, op het platteland altijd en gewerkt. Ja. En daarna ben je nog heel vaak naar Afrika geweest? Ja, daarna ben ik een soort freelance consultant geworden. Of ik heb eerst 20 jaar in Afrika gewerkt. Toen ben ik even teruggegaan naar Wageningen. En toen heb ik een proefschrift geschreven, ook in Wageningen. Maar specifiek over die 20 jaar werkervaring in Afrika. Want ik dacht van oké, hier gaat toch iets mis. En ik kon nog niet echt mijn vinger achter krijgen. Dus dacht van, dan kan ik heel veel gaan lezen. En dan proberen een wat diepere analyse te maken dan wat vaak volgens mij in veel ontwikkelingsliteratuur gebeurt. Dus toen heb ik in 98 heb ik dat proefschrift in Wageningen verdedigd. En meteen daarna ben ik weer naar Afrika teruggegaan. Toen heb ik nog 10 jaar in Tanzania gewoond, maar dan als de freelance consultant. Toen heb ik dus heel veel missies gedaan in oostelijk en zuidelijk Afrika. En daar ben je ook de liefde van je leven tegengekomen? Ja, dat toevallig ook nog. Want in Tanzania werkte op een gegeven moment en daar werkte een hele aardige Tanzaniaanse dame ook. En daar ben ik dus nu al 27 jaar of zo mee getrouwd. Ja. Dat is misschien niet zo relevant, maar ik vind het wel relevant omdat van de ene kant heb je professionele ervaring als agronoom, als landbouwkundige. Maar daarnaast heb ik dus nu ook al bijna 3 decennia dat je gewoon te maken hebt met, zeg maar, met een Afrikaanse schoonfamilie. Ja. En dat levert ook inzichten op die je anders misschien niet gekregen had, denk ik. Waar wij het over gaan hebben, dat heeft veel met die inzichten te maken. Dat gaat over arbeidsethos en dat is best een gevoelig onderwerp. Want veel mensen denken, ach, die Afrikanen die zijn lui. Even een disclaimer. Er is geen verband tussen ras, intelligentie en arbeidsethos. En jij hebt een boek geschreven over development and work ethic in Sub-Saharan Afrika. Jij hebt echt jezelf gewaagd aan het begrip arbeidsethos. En dat vind ik heel moedig. Daar gaan we het nu over hebben. Wat versta jij onder modern arbeidsethos? Nou, in de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen modern arbeidsethos en wat ze dan een traditionalistisch of een traditioneel arbeidsethos noemen. En het verschil is vrij simpel. Als je een traditioneel arbeidsethos hebt, wat je altijd nog in soort rurale samenlevingen hebt, dat had je vroeger ook in Nederland, maar dat heb je nu nog vaak ook in Afrika, dan is zo'n traditioneel arbeidsethos gewoon heel gepast. En dan komt er gewoon op neer, bijvoorbeeld als je boer bent in Afrika nu, dan sta je op als de zon opkomt. Ja? Heleboel van die mensen hebben ook nog steeds geen elektriciteit tot op de dag van vandaag. Dus je staat op met de zon en je gaat met de zon weer naar bed. Ja?
Dat, en dat was vroeger dus ook in Europa. Dat is van, ja, zeg van de Romeinse tijd tot de industriële revolutie in Engeland en daarna dat we elektriciteit kregen, was dat ook het ritme van de natuur in en Europa. En je werkt ook als boer op het moment dat er hard gewerkt moet worden en dan zijn er ook weer periodes dat je eigenlijk niet zoveel te doen hebt. Nee, als je geoogst hebt en je, kan, je hebt niet genoeg regen om een tweede gewas te doen, wat vaak in Afrika het geval is, dat je maar één lang regenseizoen hebt. Niet altijd, sommige streken heb je twee regenseizoenen, een lang en een kort regenseizoen. Maar als dat zo is, ja, dan heb je natuurlijk perioden dat er weinig te doen valt. In ieder geval voor de mannen, ja. Omdat die dan, de vrouwen hebben natuurlijk altijd een heleboel te doen. En dat is een groot verschil in Afrika tussen mannen en vrouwen. Dat hele gender issue is erg belangrijk, ook in verband met arbeidsethos. Ja. Maar dat, dat is vergelijkbaar met hoe het ook in Europa was, een paar honderd jaar geleden. Ja. En zelfs niet een paar honderd jaar geleden. Ik ben geboren in 1952, dus op een klein boerenbedrijf in Zuidoost-Brabant. En zelfs in die tijd, aan de rand van de Peel, de zandgrond, klein gemengd bedrijf met wat varkens, wat kippen, landbouwgewassen, een paar hectare. Dus met wat in Nederland die ruilverkaveling die in de 60 jaren kwam, zijn wij dus eigenlijk moeten stoppen omdat we te arm en te klein waren. En al die boeren werden er gewoon min of meer zachtzinnig uitgebonjourd, zodat er minder boeren overbleven die dan een groter areaal kregen. Dus dat is mij overkomen en ook een heleboel ooms en tantes in mijn familie. Maar op dat moment was dat geen enkel probleem, omdat het alternatieve werkgelegenheid was in Nederland. Ja, dus die had toen, omdat vlakbij Helmond had je Flisco, die beroemde textielfabriek, die ook in West-Afrika heel veel kleding maakt. In Eindhoven bijvoorbeeld heb je Daf en Philips. Dus al die boeren die er uitgestoten werden door die ruilverkaveling, die hadden gelijk alternatieve werkgelegenheid in de industrie. En dat is nu het grote probleem. Dat is voor mij het grootste probleem, waar ik geen enkele oplossing voor heb in Afrika op dit moment. Als die modernisering van de landbouw doorgaat in Afrika, en dat zal doorgaan, dan worden er miljoenen boeren uit de landbouwsector gestoten. Ja. Voordat we het daarover gaan hebben, toch nog heel even terug naar dat begrip arbeidsethos. Ja. Wat moeten wij daar nou onder verstaan? Hè? Een boer heeft een ander arbeidsethos dan iemand die in de stad woont. Ja, dus een traditioneel arbeidsethos komt er dus gewoon op neer dat je dan werkt om te kunnen leven. Ja. Ja? Dus je werkt net zo lang tot je genoeg hebt eten voor je eigen familie. Misschien moet je een aantal kilo's mais verkopen, omdat je misschien de school fees voor je kinderen wil betalen, om wat suiker of zout te kopen, dat soort dingen. Maar daar houdt het mee op. Het moderne arbeidsethos is precies tegenovergestelde. Dan blijf je maar doorwerken. Dan is het echt het motto van het leven, is dat je altijd moet werken. En ik zei, zelfs nu in dit gedeelte van Europa, denk ik dat het helemaal is doorgeschoten. Ja? We dachten altijd met meer mechanisering, met meer equipment, nu ook met al die computers, dat mensen minder zouden gaan werken. Maar het blijkt dat het tegenovergesteld is. Hè? Zelfs scholieren krijgen nu al een burn-out. Terwijl vroeger was dat alleen mensen op mijn leeftijd die een burn-out kregen. Ja. Dus dat heeft ook niet geholpen. Maar dat is het moderne arbeidsethos. Ja. Dat werken ook, is geen middel meer om te kunnen leven, maar wordt gewoon een doelstelling. Je moet altijd werken. Ja. En dat houdt in dat je heel hard werkt, maar ook dat je spaart. Ja. Dus het is niet alleen maar leven van wat je hebt, maar er moet gespaard worden. Heel veel zekerheden moeten worden gecreëerd. En het geld wat je spaart moet het liefst geherinvesteerd worden in jouw eigen bedrijf. Dus als je een boer bent, moet je niet gelijk een tv gaan kopen of een bromfiets, dat soort dingen, wat dan vaak gebeurt. Maar liefst herinvesteren in je bedrijf, zodat je nog meer gaat verdienen. En dat is gelinkt aan dat moderne arbeidsethos. Precies. En als mensen dus nu zeggen, ja, maar Afrikanen werken niet zo hard, dan zeggen ze, ja, in de rurale setting zou het als een tang op een varken slaan als ze een modern arbeidsethos zouden hebben. Want wat moeten ze ermee? Er is geen echte grote markt. Nee. Dus het past gewoon niet. Nee. En omdat mensen te weinig, denk ik, de geschiedenis van hun eigen land lezen, realiseren ze dat niet. Nee. Dat het Laten we daar eens naar gaan kijken, naar die geschiedenis. Die vorming van dat arbeidsethos. Ja. Dat is niet zomaar van de ene dag op de andere ontstaan. Nee. Dat heeft honderden jaren geduurd. Vanaf de middeleeuwen, als je een beetje geschiedenis leest, dan zie je dat vanaf de middeleeuwen is dat langzaamaan opgebouwd. In eerste instantie bijvoorbeeld in kloosters, waar monniken zaten, die de bevolking ook een beetje probeerden te disciplineren. Maar vooral eigenlijk tijdens en na de industriële revolutie die in Engeland begonnen is, zeg maar van 1770 tot 1870. Dat is ook niet iets wat even geduurd is, hè? Dat heeft een eeuw geduurd. Mm. En in Engeland is het begonnen en het is vrij snel daarna overgeslagen naar continentaal Europa. Dus zeg maar ook naar ons toe. En vooral in die tijd is dat moderne arbeidsethos ontstaan. Dus als je bijvoorbeeld in Engeland keek, je had daar bijvoorbeeld katoen, dat noemden we thuiswerkers. Ja. Mensen die thuis zelfs aan het spinnen en het weven waren. Nou, op een gegeven moment dachten een aantal van die rijkere ondernemers, we kunnen beter een soort groot gebouw neerzetten, een soort fabriek, de eerste soort fabrieken. En dan al die thuiswerkers die komen naar de fabriek doen en gaan ze daar hetzelfde werk doen.
Maar die thuiswerkers, die hadden natuurlijk helemaal geen zin in. Want dat betekende wel dat je 's morgens om 7 uur aan de fabriekspoort moest staan. Dat je 6-7 dagen per week moest werken. Want die thuiswerkers, die hadden nog een rurale arbeidsethos. Ja, die waren eigen baas. Ja. Die konden doen en laten wat ze wilden. Ja. En die werkten net, die namen net zoveel opdrachten aan voor dat spinnen en weven als zij dachten dat zij nodig hadden. Ja. Maar als je in een fabriek gaat werken, dan wordt het een ander verhaal. Dan moet je 7 dagen per week werken, van 7 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Je krijgt heel weinig pauzes. Dus die mensen, die thuiswerkers nog met dat traditionele arbeidsethos, die hadden helemaal geen zin om zo'n modern arbeidsethos in een fabriek te gaan aanvaarden. Nee. Maar dat is wel in die eeuw heel hard gepusht door die ondernemers, door de kerken, door vakbonden, door de overheid. Dus dat is een heel maatschappelijk proces geweest ook om die arbeiders zo gek te krijgen dat ze hun vrijheid en hun traditionalistische arbeidsopgave voor modern arbeidsethos. Ja. Dus dat is echt, dat heeft honderden jaren geduurd. Ja. Dat en zelfs, is één aspect, hè? Ja, je ziet nu zelfs dat, ik heb literatuur gezien, dat tot in het jaar 1900 in Twente, waar we vroeger die textielfabrieken hadden die allemaal naar China verdwenen zijn en naar Bangladesh. Maar tot het jaar 1900 klaagden die fabriekseigenaren bitter over de Nederlandse arbeiders. Ja? Dat het luie donders waren als ze op vrijdagmiddag hun geld, hun loonzakje kregen. Want er werd toch cash uitbetaald. Een heleboel van die arbeiders gingen gelijk naar het café. Ze gingen een gedeelte opdrinken en dan pas gingen ze naar huis. Sommige van die arbeiders op maandagmorgen verschenen ze nog min of meer dronken weer op het werk. Ja. Dat duurde tot het jaar 1900. Ja. En misschien dat ze dat ook deden omdat het werk in die fabrieken ook niet zo heel erg tof was. Nee, dat was heel stomzinnig. Dus de drank nodig hadden om een beetje die sleur aan te kunnen. Maar het is maar om aan te geven van dat heeft honderden jaren geduurd. Ja. Dus je kunt niet verwachten dat andere landen die nu nog arm zijn en zo'n traditioneel arbeidsethos hebben, dat ze dat in een decennia gaan overwinnen of gaan veranderen. Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. Nee. Wat ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van economieën, is het feit dat wij in Europa toegang hadden tot het wiel. We hebben het niet zelf uitgevonden trouwens. Hè? Dat komt uit het Midden-Oosten. Ja, Mesopotamië. Ja, wat nu Irak is. Ja. Het ijzer, dat werd uiteindelijk verwerkt tot ploegscharen. Die waren er al in de middeleeuwen. En we hadden gedomesticeerde dieren, paarden. En de planten. De planten. Ja, vooral ook planten. Kijk, dan... Ja, maar dat hebben ze in Afrika ook, hè? Dus het feit dat ze... Ja, maar ze hebben niet... kijk, dat is dat hele boek van waar ik naar verwijs. Een van de hoofdstukken in dit boek ook. Van Jared Diamond. Ja? Die Amerikaanse meneer. Hoe heet dat boek? Guns, Germs and Steel in het Engels. Hè? Dus geweren, ziektekiemen en staal. Ja. En dat heeft volgens hem een beetje bepaald waarom sommige continenten heel rijk zijn geworden en andere continenten veel armer zijn gebleven. Dat zijn puur volgens hem geografische factoren die op hele lange tijdschalen en over grote arealen spelen. Nou, dus hij zegt van, ik geloof 8000 voor Christus zijn de eerste planten min of meer gedomesticeerd. Hè? Dus een soort dat wilde tarwevariëteit of andere variëteit die in het Midden-Oosten groeiden. Dus het huidige Irak, zeg maar, in Iran. Boeren hebben daar continu zaden op geselecteerd naar elke oost en op die manier variëteiten gemaakt die steeds meer opbrachten voor hun. Ja. Nou, dat hebben ze ook met dieren gedaan. Ja? De koeien zijn gedomesticeerd, ossen, ezels, paarden, al dat soort beesten. Maar dat is allemaal in het Midden-Oosten begonnen en dat is daarna vrij snel verspreid over Europa, naar het oosten en het westen, ook over Eurasië, dus over het hele continent. Maar niet naar Afrika? Niet naar Afrika en volgens hem is de belangrijkste reden, als je naar Afrika kijkt, dat continent, dat heeft een hele lange as, continentale as van noord naar zuid en een relatief kleine as van oost naar west. Nou, met planten, want daar begint het met. Hè? Mensen moeten eten en dieren moeten uiteindelijk ook eten als ze melk of vlees willen krijgen. Dus als je planten wilt, als je op een gegeven moment door traditionele veredeling een variëteit hebt ontwikkeld die meer opbrengt dan de wilde variëteiten, bijvoorbeeld van tarwe, dan bloeien gewassen, planten bij een bepaalde daglengte. En die daglengte, als je van noord naar zuid gaat, bijvoorbeeld van ons naar de Evenaar, rond Nairobi, dan varieert de daglengte ontzettend veel. Zoals wij nu in de zomer, we hebben daglengtes van 's morgens 5 tot 11 uur 's avonds bijna. Op de Evenaar is het altijd ongeveer 12 uur. 12 uur donker, 12 uur licht. Dat varieert een heel klein beetje over het jaar, maar een half uur of zo. Dat betekent dat je verschillende daglengtes hebt. Dus die variëteiten die boeren geselecteerd hadden, die konden wel oost-west heel snel verspreiden, omdat je aan dezelfde daglengte hebt, dezelfde soort klimaten. Ja. Maar noord-zuid, dat gaat niet werken. Want dan heb je een andere daglengte en heb je niks aan die variëteiten. Nou, dat zijn van die grote geografische factoren die bepaald hebben dat Afrika dat allemaal niet zo snel heeft gekregen als Europa en Azië. Daar hebben ze dus gewoon pech mee gehad. Ja.
Oké, dus die planten, die hadden ze niet, maar bovendien hadden ze ook, als je ziet, nou, ik heb zelf ook in Tanzania gewoond, als je ziet hoe de boeren daar hun land bebouwen, is dat gewoon nog met een hak, ja, vaak. Met de djembe nog steeds. Met de djembe, en dat is, dat deden ze bij ons in de middeleeuwen al niet meer. Nee, dat heb ik altijd raar gevonden. Als je in Afrika, tot nu is het nog vaak steeds de djembe, en hebben ze wel verschillende soorten hakjes, die zijn wat groter of kleiner, omdat je de verschillende gewassen wat makkelijker kan hakken en wieden en zo. Maar zoals wij vroeger bij ons op die zandgronden werkte, je had, wij noemen dat schoffels in het Nederlands, hè? En dan met een lange steel, zodat je niet continu hoeft te bukken. Schoffels van verschillende lengte en verschillende diktes voor verschillende gewassen. Je had een schop, verschillende type schoppen, om echt te spitten en om alleen maar wat andere, bredere schoppen om mest te transporteren. Een heleboel handwerktuigen. En dat heb je in Afrika eigenlijk, dat heb ik in Afrika nooit gezien. Dat is een beetje raar. Je zou denken van, wat... De meeste, als je alles met een djembe doet, met een hele korte, hoe heet dat? Steel. Een stok, een steel. Dan sta je dus de hele dag gebukt. Mm-hmm. Dat is niet lekker en gezond voor je rug. Nee. Nou, dus dat soort dingen, dat is ook al anders. Maar dan ook de dieren bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja? In Afrika, in Oost-Afrika, en dat is waar ik 20 jaar gewoond, heb je zebras. Dus die kun je niet domesticeren. Nee, dus je zou ook, waarom hebben ze die zebras niet gedomesticeerd? Zodat het gewoon een paard was. Nee, dat is nooit gelukt. Nee. Buffels. Waarom hebben ze daar geen soort koeien van gemaakt? Hebben ze buffels in Afrika? Ze hebben hartstikke veel buffels. Ja, nu niet meer, maar ze hebben er heel veel gehad. Ah. Maar die is ook nooit gedomesticeerd. En dat heeft waarschijnlijk omdat het temperament van die beesten was zo wild. Dat viel niet tegenaan te domesticeren. Dus, maar daar heb je dus gewoon pech mee gehad. Ja. Die paarden en de ezels en de koeien in het Midden-Oosten is dat blijkbaar wel heel makkelijk gelukt. En daar heeft Afrika en Azië heel erg van geprofiteerd. Maar Afrika niet. We vinden het allemaal veel langer gebeurd. Je bedoelt Europa en Azië? Ja, sorry, Europa en Azië. Ja. En voor Afrika heeft het allemaal veel langer geduurd voor zij dat soort dingen ook ter beschikking hadden. Want de boeren, de Nederlandse boeren in de middeleeuwen, die verdienden, of die produceerden meer toen al dan wat een boer die nu met de hak werkt, nu produceert in Afrika. Ja, ik heb in Wageningen in het begin van mijn studie, mijn kandidaat zoals dat toen al heette, ook agrarische geschiedenis gedaan als vak. En daar ben ik echt heel blij mee geweest. Want als je dan terug gaat kijken in de geschiedenisboeken, dan kan je zien, dan zijn er allerlei documenten van de middeleeuwen, van Engeland, Frankrijk, België, Vlaanderen, Nederland, van wat toen de opbrengsten al waren voor tarwe. En als je dat vergelijkt, dat heb ik dus een tabel gemaakt, als je dat vergelijkt met de graanopbrengsten nu bijvoorbeeld in Oostelijk Afrika, bijvoorbeeld van mais, dan zie je dat wij in de middeleeuwen, 1500, 1600, hadden we toen al opbrengsten van rond de ton, 1000 kilo graan per hectare. En dat is nu wat misschien een gemiddelde maïsboer in Tanzania heeft. Ja? Mm. Dus dat zit echt eeuwen tussen. Niet slechts een paar decennia als veel mensen denken. Mm. Dat betekent natuurlijk niet dat Afrika die opbrengsten niet heel snel heel hoger kan krijgen. Mm-hmm. Maar we moeten daar wel realistisch in zijn. Ja? Dat het in Europa ook heel, heel langzaam gegaan is. Mm. En dat wij al vanaf de middeleeuwen, zeker tot en met die industriële revolutie waar we het over gehad hebben, als dan kunstmest beschikbaar komt zo. Ja, dat heeft eeuwen geduurd. En nu kunnen we in Nederland, voor tarwe hebben we makkelijk 8, 9 ton per hectare. Mm. Maar zulke maïsvariëteiten hebben we bijvoorbeeld ook in Tanzania nu. Ja? Tanzania, toen ik mijn proefschrift schreef in 1998, toen ben ik dat een keer nagegaan. Op dat moment waren er in Tanzania 20, wat we dan improved varieties, hè? Dus verbeterde, veredelde maïsvariëteiten. En er waren er 20, omdat je binnen Tanzania, in zijn land, heb je een heleboel verschillende agro-ecologische zones. Het is hoger, lager, het is natter, verschillende grondsoorten. Dus voor elk van die zones moet je een aparte maïsvariëteit ontwikkelen. Nou, die hadden we rond het jaar 2000 al minstens 20 in Tanzania. En die brachten van 4 tot 8 ton per hectare op proefstations. Hè? Het soort werk wat ik lang heb gedaan in Afrika. Toch zie je dat het gemiddelde opbrengstniveau van Tanzaniaanse boeren, en het waren meer dan 3 miljoen kleine Tanzaniaanse boertjes die op dat moment maïs verbouwden. Als je naar de nationale statistieken kijkt van een eigen ministerie van Landbouw, dat was toen iets van 700, 800 kilo per hectare. Kijk, in sommige gebieden was het Kilimanjaro was natuurlijk veel hoger, maar op andere gebieden was het zelfs nog lager. Nou, dan zie je dat. We hebben dus gemiddeld nu dan misschien een ton of iets meer per hectare. Maar we hebben al 20 variëteiten die 4 of 8 keer zoveel produceren onder optimale omstandigheden. Ja. Dus dan vraag je, en als je nou weet dat misschien 5% van Tanzaniaanse boeren die improved varieties geadapteerd hebben, dat ze daarmee werken, dan vraag je af, hoe kan dat? Ja. Als we die variëteit hebben, die agro-ecologisch geschikt zijn, waarom gaan die boeren dan niet met die variëteiten werken? Ja. Wat is daar op jouw antwoord? Dan kan je een hele lange lijst van factoren opstellen.
Kijk, als een boer een verbeterde variëteit, dan moet je voor betalen. Kosten geld, ja, ze niet gratis. En nu heb je overal het platteland heb je ook kleine winkeltjes waar je wat zaad kan kopen. Maar bijvoorbeeld hele simpele dingen, vaak zijn dat dan grote zakken zaad die te groot zijn voor één boer. Dus dan moet je kleinere pakketjes maken. Dus het is puur pragmatische. Een heleboel pragmatische dingen, maar als je bijvoorbeeld een verbeterde variëteit hebt voor mais, die doen het eigenlijk alleen maar beter dan de lokale variëteit als je er wat kunstmest op gooit. Mm-hmm. Als je er geen kunstmest op gooit, zijn die vaak niet veel beter dan wat de boeren al hebben. Dat gaat heel erg over kennis, over toepassing. En allerlei praktische problemen waar die boeren tegenaan lopen, waarom ze die nieuwe dingen niet willen hebben. Ik wil even terug naar het arbeidsethos. Ja, oké. Daar is het vooral op gericht. Want hoe komt het nou dat wij in een situatie zijn gekomen waarin wij wel dat moderne arbeidsethos hebben? Nou, er zijn een aantal redenen voor aan te voeren. Je hebt er al een genoemd. De geografische situatie. De bevolkingsdruk is heel erg lang heel laag geweest. Ja. Als je kijkt naar de situatie in Europa. Wij hebben relatief een enorme bevolkingsdruk gehad al eeuwen geleden. De geschiedenis van Europa wordt gekenmerkt door vele bloedige oorlogen. Ja. We mogen nu dan al een hele tijd in vrede leven. Dat willen we graag zo houden. Maar dat is relatief nieuw. Ja. He, wij zijn van de ene oorlog in de andere. En dat heeft heel veel te maken gehad met bevolkingsdruk. Ja. Op het moment dat je ijzer hebt en je kunt gaan oorlog voeren. Ik geloof dat Napoleon, die heeft voor het eerst legers echt heel erg gedisciplineerd. Het woord discipline heeft ook al iets te maken met arbeidsethos. Ja. Uniformering, specialisering. Ja. Op het moment dat je met heel veel mensen op één vierkante, gebied zit. Nederland bestond voor een heel groot deel uit moeras. Dus we moesten wel samenwerken om de gebieden in te polderen. Ja. En dat is ook een groot verschil met Afrika. Ja. Maar er zijn wel gebieden waar het wel gebeurde. En jij bent getrouwd met een vrouw uit een gebied waar relatief veel arbeidsdiscipline was. Ja, kijk, al langer. Het probleem is als je over Afrika spreekt, is een continent, ik geloof 55 landen. Maar ik praat alleen maar over Sub-Sahara-Afrika, omdat dat is waar ik gewerkt heb. Zwart-Afrika. Ja, onder de Sahara. Ja. En dat zijn er ook nog steeds 43 verschillende landen. Ja. Maar één zo'n land als Tanzania, hè? Dat is een paar duizend kilometer zo en een paar duizend kilometer zo. Daar zijn ontzettend verschil, wat ik al gezegd heb, agro-ecologische zones. Maar ze hebben ook in Tanzania, ik weet niet hoeveel, misschien wel 20, 30, 40 verschillende, wat we dan vroeger stammen noemden, nu etnische groeperingen. Ja. En daar zitten ook verschil tussen. Ja? Dus je hebt agro-ecologische omstandigheden en je hebt allerlei culturele en sociale verschillen. Ja. Maar die hangen ook deels samen met de bevolkingsdruk. Ja, kijk, als je bijvoorbeeld de Kilimanjaro, de berg die op de grens ligt tussen Tanzania en Kenia, mooie sneeuw erbovenop. Dat is een high altitude. Op de lagere hellingen van de Kilimanjaro heb je nu overal koffie-bananenplantages. Hè? Tegelijkertijd koffie, tegelijkertijd bananen daartussenin. En dat is waar de Chagas wonen, zeg maar de etnische groep waar mijn schoonfamilie dan in thuis hoort. Dat is op relatief grote hoogte, dus een goed klimaat. Vulkanische bodems, want dat zijn allemaal die bodems die uit de Kilimanjaro zijn gespoten in het vroeger. Betrouwbare regenval en relatief veel regenval. Ja. Dus kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar met de Duitse kolonisatie van Tanzania, die missionarissen waar ze het eerst naartoe gingen, was ook Kilimanjaro. Ja. Die waren ook niet gek, die gingen op de plekken zitten waar het voor hun. En die Afrikanen waren ook niet gek, daar trokken ook meer mensen naar dat gebied. Ja, dus precies. De bevolkingsdruk was dus veel hoger. In Kilimanjaro, ook nu nog, is elke vierkante meter is bezet. Ja? Ja. Ik vind daar geen vierkante meter land op die lagere hellingen waarvan iemand zou zeggen, oké, dat weten we niet van wie dat is. Nee, dat weten ze precies. Ze hebben geen officieel kadaster, maar elke familie weet precies tot op de meter welk land van hun is. Nou, onder zulke omstandigheden is het natuurlijk veel makkelijker om landbouw te ontwikkelen. Hè? Omdat je gewoon toevallig agro-ecologisch heel goed zit met bodem en regen en alles. Ja. Dus met die koffie, de eerste koffie is geïntroduceerd door Duitse missionarissen rond het jaar 1900 in Kilimanjaro. En daarna heeft dat een hele vlucht genomen. Dus in Kilimanjaro, dat is natuurlijk eigenlijk een soort ideaal gebied. Zoals ook andere, in Kenia heb je ook de Rift Valley, hè? Die high altitude gebieden waar ook dat soort ontwikkeling plaatsgevonden hebben. Maar goed, dat zijn toch relatief kleine gebieden binnen Afrika. Ook in Tanzania, als je naar Dodoma gaat, waar de officiële hoofdstad ligt, dat is een soort semi-aride gebied met onvruchtbare bodems. Ja, dat is een wereld van verschil. Ja. Maar dat is puur agro-ecologisch.
Dus dan krijg je zeg maar geografische verschillen en gelinkt dan ook nog eens aan verschillen tussen verschillende etnische groeperingen. Sommige zijn heel groot, sommige zijn heel klein. Kenia heeft gewoon de pech gehad volgens mij dat ze twee hele grote etnische groeperingen hebben. Ze hebben de Kikuyu's en de Luo's. En die zijn alle twee zo groot, zoveel mensen, dat ze in principe al die andere groepen kunnen domineren. Maar het kenmerkende van de Chaga's is dat zij uit dat gebied bij de Kilimanjaro vandaan komen. Ja. En laat dat nou toevallig een gebied zijn waar dus heel veel mensen woonden. Ja. Waardoor er meer van dat moderne arbeidsethos zich kon ontwikkelen. Wat wij in Europa ook hadden. Omdat ze wel moesten samenwerken, ook de producten moesten afvoeren, samen overleggen. En dat vereist een bepaalde vorm van discipline en betrouwbaarheid. En natuurlijk de mazzel dat zij een cashcrop hadden, zoals die koffie, die je kon verkopen. Waar geld, nu eigenlijk niet, omdat de wereldmarktprijs voor koffie die fluctueert heel veel. Ja, maar vroeger was dat een hele... In de begintijd wel, Hebben ze goed aan. Kijk, die Chagas die hebben het relatief heel goed gedaan binnen Tanzania. Ja. Een ander aspect wat ik heb van jou begrepen, wat ook een rol heeft gespeeld, is godsdienst. Ja. Als je kijkt naar Noordwest-Europa, daar is op een gegeven moment het Calvinisme voet aan de grond gekregen. Wat heeft dat gedaan met ons arbeidsethos? Nou, een heleboel. Dat is het beroemde boek van Max Weber, de socioloog. Dat boek is verschenen in 1905 en... Dat boek gaat specifiek over de relatie tussen de opkomst van het Calvinisme en de opkomst van het kapitalisme. En Weber claimt dat daar een directe relatie tussen is. Ja. Dus dat het, omdat dat Calvinisme opkwam, ontstond die houding van we moeten hard werken, we moeten geld sparen, we moeten herinvesteren. En waarom moest dat dan? Waarom moest dat volgens dat Calvinisme? Dat was hun godsdienstige achtergrond. Dat is hoe zij de Bijbel interpreteerden. En bij het Calvinisme en ook met Luther had je dat idee van, hoe heet dat? De predestinatie. Dat je voorbestemd was. Ja. Dus die mensen die Je wist het nooit, hè? Of je voorbestemd was. Nee, dat wist je niet. Nee. Dus dan moest je laten zien. Kijk, als je heel succesvol was als boer of als ondernemer of wat dan ook, dan beschouwden zij dat als een soort teken dat jij een van die weinigen was die voorbestemd was door God om naar de hemel te gaan. Ja? Dus dan gingen ze heel hard werken en heel succesvol, materieel, economisch gezien, heel succesvol te worden. Omdat ze dat beschouwden als een teken van... Dat ik ben boven bij die uitverkorenen. Maar het rare was, ze wisten het nooit zeker. Ja? Nee. Want God beslist uiteindelijk. Precies. Maar goed, Max Weber, dat boek is van 1905. Tot op nu worden door wetenschappers over dat boek gediscussieerd. Is dat nou een terechte link die hij legt? Kijk, het is niet een directe, hoe noem dat, een causaliteit. Ja? Je kan nooit zeggen van dat een katholiek land zal nooit economisch succesvol worden. Dat is een flauwekul. Maar dat zegt Weber zelf ook niet. Hij zegt alleen, er is wel een sterke correlatie tussen de opkomst van het Calvinisme in Noordwest-Europa. En het Scandinaviërs, de Duitsers, de Nederlanders, de Belgen. En dan met de Fransen, de Engelsen en Portugezen wordt dan meer katholiek. Hij zegt, er is een duidelijke relatie tussen. Nou, en ja, ik zie dat ook al in Afrika. In Afrika word je nu een beetje plotgelopen door allerlei kleine kerkjes. En vaak komen die uit Amerika. Ja? Dan komen er van die dominees of zendelingen uit Amerika. En dat zijn van wat ze in Amerika die evangelicals noemen. Ja? Protestanten, een heleboel verschillende mennonieten, weet ik wat, heel verschillende denominaties zoals dat heet. Maar die komen naar Afrika. En ja, die hebben daar relatief veel succes om die kerkjes op te richten. En op de ene kant denken van ja, dit is een soort nieuw soort kolonialisme. Wat moeten we met al die Amerikanen die hier wel allerlei godsdienstige sectes komen oprichten of groeperingen. Maar het is wel zo, als zij ook prediken van ja, je moet vooral hard werken, je geld sparen, herinvesteren, in onderwijs investeren van je kinderen. Dat zijn op zich natuurlijk wel gunstige neveneffecten daarvan. Ja? Dus daar heb ik niet zo'n probleem mee. En dan zie je terug dat het eigenlijk bij ons in Noordwest-Europa ook zo gegaan is. Toen het Calvinisme opkwam, met gekoppeld aan die industriële revolutie. Zo kon dat moderne arbeidsethos, wat nu doorgeslagen is. Maar dat heeft ons in ieder geval materieel ontiegelijk veel opgeleverd. Dat valt niet te ontkennen. Dat zullen we niet ontkennen. Nee. Het is een set van min of meer toevallige zaken waar wij nu praten op gaan. Kijk, dat hebben wij toch maar bereikt. Ja. Terwijl maar de vraag is of wij dat ook niet min of meer in de schoot hebben geworpen gekregen.
Ja, kijk, als je uitgaat van de theorie van die Jared Diamond, dat het uiteindelijk die geografische factoren zijn, hè, op de lange termijn over grote arealen, die heel bepalend zijn geweest. Dan heeft Afrika gewoon pech gehad en hebben wij geluk gehad. Maar daarnaast heb je dan wat ik dan noem meer sociale of culturele factoren, die spelen dan op een kleinere tijdschaal en een kleinere arealen. Zoals bijvoorbeeld het voorbeeld dat binnen elk Afrikaans land heb je 10 etnische groeperingen. Ja? Als je als Kenia de pech hebt dat je 2 hele grote hebt, de Kikuyu's en Luo's, die continu met elkaar vechten om wie de baas is in Tanzania, of in Kenia. Dan heb je pech gehad, want dat levert een hoop gedonderd op in Kenia, sinds de onafhankelijkheid. Ja. Tanzania heeft ook misschien wel 50 etnische groeperingen, maar die zijn allemaal te klein. Geen enkele is groot genoeg om de andere te overheersen. Daar hebben ze volgens mij gewoon pure mazzel mee gehad. Dat is weer pure mazzel dan. Ja. Dan is geen enkele stam groot genoeg om de rest te domineren. Dat is gewoon pure mazzel. Ja. Nou, kijk, Nyerere, de eerste president na de onafhankelijkheid, volgens mij een hele goede man, ook een betrouwbare man, integere man. Ik heb nooit geen verhalen gelezen dat die bijvoorbeeld corrupt was. Nee. Hè? De partij die hij heeft opgericht, daarna is natuurlijk wel corruptie gekomen. Maar hij was heel integer en corrupt. Nou, Nyerere zijn toen dat beroemde Ujamaa-principle van hem. Hè? Ja. Maar Ujamaa betekent? Ujamaa betekent een soort broederschap, brotherhood, dat je andere mensen helpt. Eén grote familie. Ja. Op zich klopt dat wel een beetje. Want dat wordt nu nog vaak van Afrika gezegd, dat Afrikanen socialer zijn en dat ze meer aan een gemeenschap denken. En dat klopt wel, maar binnen, volgens mijn observaties van de afgelopen 40 jaar, dat geldt vooral binnen de extended family, de uitgebreide familie. En eigenlijk is dat niet anders dan wat in mijn jeugd in het katholieke Zuidoost-Brabant was. Want als ik bijvoorbeeld van de lagere school uit de klas kwam, dan moest je gelijk overal aan. En als dan de tijd was om aardappelen te rooien, dan moesten al die kinderen lagen ook in die aardappelakker. Dat ging allemaal nog met mankracht, dus gewoon met de hand rooien. Maar dan lagen daar ook al een heleboel neefjes en nichtjes en ooms en tantes. Lagen we daar ook soms met z'n 20, 30. Een grote familie. Ja, dat was ook een soort extended family. Ja. Dat heb je nu op platteland nog, maar dat zie je heel snel veranderen in Afrika. Mm-hmm. Omdat zoveel mensen naar de stad trekken. Ja. Ja. Nou, dus dat zijn sociaal-culturele dingen die denk ik... Ja, ik denk dat die fundamenteler zijn dan al dat agro-ecologische en technische verhaal. Want nu wordt er vaak gezegd ontwikkelingshulp, we moeten nieuwe technologieën aanbieden, we moeten dat en dat doen. Maar het gaat vaak volgens mij om uiterlijkheden. Terwijl ik denk van die onderliggende sociale, politieke, culturele dingen, ik denk dat die belangrijker zijn. En dat kan je ook zien als je geschiedenis leest. Wat denk ik te weinig mensen doen. Kijk eens naar je eigen land. Ja, de onderliggende politieke, culturele... Factoren. Kun je daar nog iets meer over zeggen? Bijvoorbeeld, dat arbeidsethos is één voorbeeld. Maar als je het hebt over politiek, dat zei je net ook al. Als je grote bevolkingsdichtheid hebt, dan moet je wel samenwerken. Ja? Mm-hmm. Het Nederlandse beroemde poldermodel. Dat is gewoon omdat wij een klein rotlandje zijn met ontzettend veel mensen. En we moesten polderen, ja? Letterlijk en figuurlijk, anders zouden we verzuipen. Nou, dat is dus eigenlijk weer een soort geografische factor. Maar dat betekent wel dat ons politieke systeem en dat hele poldermodel is daarop gebouwd. Ja? Dus dat is aan elkaar gelinkt. Dat werkt naar links en naar rechts toe. En in Afrika, de bevolking groeit nu wel snel in Afrika. Waar wij nu dan zo bang voor zijn met al die economische migranten, hè, uit Afrika die hier naartoe willen komen. Maar ja, er zijn nog hele grote gebieden in Afrika, zoals bijvoorbeeld Noord-Zambia. Daar kan je 2 uur met de auto rijden, kom je nauwelijks een andere auto tegen. Mm-hmm. Die nog bijna leeg zijn. Mm-hmm. Dus wat ook de vorige spreker zei, die Ewout Frankema. Misschien is het ook wel goed dat de bevolkingsgroei in Afrika toeneemt. En dat er steeds meer mensen komen. Want dat heeft dan gaan ze meer samenwerken. Ja, dat zullen ze wel moeten. En kijk, Afrikaanse kleine boeren. Want, hè, dat is voor mij toch als tropisch landbouwkundige het belangrijkste. Die zullen op een gegeven moment moeten afdwingen bij hun eigen overheid. Dat die overheid eigenlijk iets gaat doen wat nuttig is voor die kleine boeren. En dat gebeurt nu, tot nu toe is dat nauwelijks gebeurd. Omdat er te weinig boeren, die wonen te verspreid en die werkten niet samen. En dan bouw je geen economische of politieke macht op. Wat je in Nederland ziet is dat er coöperaties kwamen. Ja. En er zijn in Afrika ook wel coöperaties, maar die zijn toch een beetje van bovenaf opgelegd door fairtrade-achtige organisaties. Ja. Het is maar helemaal de vraag of dat op die manier werkt. Terwijl je zegt, het zou wel goed zijn als mensen gaan samenwerken. Alleen dan moeten er misschien nog wat meer mensen komen. Het moet vanuit hun eigen besef komen. Ja, dat begint nu te komen. Maar kijk, meteen na de onafhankelijkheid, na de decolonisatie, toen al die Afrikaanse landen onafhankelijk werden in de 60 jaren, eind 50 jaren, 60 jaren.
Toen heeft bijvoorbeeld ook Nyerere, we hadden het net over dat Ujamaa-principle, die heeft ook geprobeerd om dat te stimuleren, om coöperaties op te richten. Mijn eerste baan was in Mozambique, daar had je Samora Machel met het Frelimo. En die noemde dat aldeias communais in het Portugees, gemeenschapsdorpen. Maar eigenlijk was dat precies hetzelfde verhaal als Ujamaa in Tanzania. Mm-hmm. Nou, ik woonde op het platteland in Noord-Tanzania, mijn eerste baan, 3 jaar lang. En ik zag gelijk van, dat gaat dus niet werken. En dat gaat niet werken volgens mij, omdat dat principe van de grootfamilie, dat is wel zo. Dat is in een rurale setting denk ik altijd zo. Maar als je automatisch veronderstelt dat dat ook wijder getrokken kan worden naar grotere concentrische cirkels. Hè? Eerst naar het hele dorp toe en dan het hele district toe, de hele provincie, het hele land. Dat principe van Ujamaa of van Brotherhood of van Ubuntu, zoals ze het in Zuid-Afrika noemen, dat het dan nog steeds werkt, daar geloof ik dus niet in. Ik denk niet dat Afrikanen gemiddeld socialer zijn dan bijvoorbeeld Europeanen of Aziaten. Nee. En dat is denk ik de fout een beetje geweest de misvatting, want ze hebben het gewoon uitgeprobeerd van Nyerere en ook van Samora Machel in Mozambique. Ze hebben dat gedacht van, dat kunnen we ook op een veel grotere schaal gaan toepassen. Nou, dat werkt dus niet zo. Nee. Die aldeias communais, als je tegen boeren zei van we gaan nu met z'n 50 gemeenschappelijk 10 hectare land bewerken, ja, forget it. Want je hebt altijd mensen die hard werken, die minder hard werken, dus je krijgt gegarandeerd ruzie. Ja, ja. Dat is ook in de Sovjet-Unie niet gelukt, dat is in Cuba ook niet gelukt, dat werkt nergens. Nee. Dus dat hebben ze onderschat. Ja. Er is wel een succesvolle coöperatie geweest. Ja, er zijn er nog wel, maar kijk bijvoorbeeld in Kilimanjaro, wat ik zei, die hebben dus gewoon mazzel gehad, hè? geografisch gezien, ecologisch gezien. Toen zijn die koffieboeren zijn al vrij snel zelf, zonder dat de overheid dat deed, zijn zelf een koffiecoöperatie gaan oprichten. De KNCU, de Kilimanjaro Native Cooperative Union of zoiets. Met het hoofdkantoor Moshi en Arusha. Dat hebben de boeren zelf gedaan, omdat ze zeiden, we moeten betere prijs krijgen voor die koffie. Ja. Maar dat gaat niet als één individuele koffieboer, hebben geen enkele machtspositie. Dat inzicht hadden ze. Dat hadden ze. Nou, dus dat was een van de eerste succesvolle coöperaties in Afrika. Maar dan op een gegeven moment, als dan de overheid ziet dat zo'n coöperatie en zo'n etnische groep vrij veel economische en politieke macht opbouwt, dan vinden ze dat niet altijd even leuk. Want dan zijn zij niet meer in controle vanuit de hoofdstad over zo'n district waar die koffieboeren zitten. Ja. Dus toen zijn zij gaan, wat we dan interventie noemen, zij gaan interveneren in die koffiecoöperatie. Ja, en dan is er dus einde verhaal met koffie, met coöperaties. Want nou, hij bestaat nog wel, want ik ben er ook eens een keer geweest. Op papier. Kijk, in Afrika bestaan ontiegelijk veel coöperaties op papier. En ik heb voor AgriTerra, dat is een club in Arnhem, opgericht door de Nederlandse boeren- en tuindersorganisaties. En AgriTerra traint over de hele wereld, maar ook veel in Afrika, al boerenleiders in coöperatievorming. En dat heb ik ook jarenlang voor AgriTerra als een soort vrijwilliger gedaan. Nou, dat vind ik ontzettend nuttig werk. En ik denk misschien de belangrijkste dingen is die we kunnen doen aan ontwikkelingssamenwerking. Maar het eerste principe is wel van die cooperative principles, zoals we noemen, dat het bottom-up is. De boeren moeten het zelf doen. Zelf willen. En meteen na de onafhankelijkheid zijn er een heleboel coöperaties opgericht in Afrika door de overheid. Ja. En dan ga je dus gelijk het eerste principe, onderuit helpen. Onderuit helpen, en dat gaat dus niet werken. Nee. Daardoor hebben coöperaties in Afrika jarenlang een hele slechte naam gekregen. Want als boeren nu het woord coöperatie horen, dan rennen ze gillend weg. Ja? Dus nu noem ik het gewoon associatie of groep, whatever. Ja. Maar geen coöperatie. Maar daar ligt dus wel de toekomst. Volgens mij wel. Ja. Want kijk, wat je nu hebt in Afrika, je hebt de stedelijke politieke elite. En de stedelijke politieke elite in Afrika, die is rijker dan hoe heet het in Nederland hier, rond Hilversum en zo, het Gooi, waar de rijkste mensen wonen met de mooie huizen. Maar dat zijn kleine jongens, vergeleken met de elite in Afrika hoor. Als je daar de huizen, de kastelen ziet die gebouwd worden. Dus je hebt die elite. En in principe, ik vind het jammer om te zeggen, maar ik heb het idee dat wat er met die 50% van de bevolking die nog steeds kleine boeren is op het platteland, dat interesseert die elite werk geen ene moer. Nee. I'm sorry. Nee. Dat is het gevoel dat ik erbij krijg. Nee. Dus als die boeren gaan wachten totdat hun elite die boeren echt gaat helpen, dan kunnen ze nog heel lang wachten. Ja. Ze zullen zelf een actie moeten Ze zullen komen. Zelf moeten doen. Ze zullen economische en politieke tegenmacht, zoals we dat dan noemen, moeten opbouwen. En ik zie niet hoe dat anders kan dan coöperaties of associations, of hoe je ze ook wil noemen. Maar ze moeten zich organiseren. Ja. Misschien met behulp van zo'n club als AgriTerra, daar ben ik heel erg voor. Maar ze moeten het zelf doen. Ja.
En donoren, ontwikkelingshulp kan allemaal helpen. Maar als die boeren zich niet organiseren, dan gaat die ontwikkelingshulp toch via de overheid, via de hoofdstad. Er wordt een gedeelte afgeroomd door de politieke elite. En dat komt niet bij die boeren terecht. En wat gaan die boeren eraan doen? Niks. Tenzij je zelf organiseert. Als je, ik vind het ook wel grappig als je nu kijkt naar Nederland. Dan zie je nu ook nog steeds een animositeit tussen het platteland en de stad, hè? Ja. Ja, ik denk dat het blijft altijd iets van mensen op het platteland kijken toch anders tegen stedelingen aan. Ja. Ja, dat vind ik ook een hele keer. Ik woon in Wageningen en dat is eigenlijk gewoon een dorp. Ja. En het heeft een beetje een naam omdat er die universiteit staat en 10.000 studenten rondlopen. Maar het is gewoon een dorp. Ja. Ja. En al die verhalen over Amsterdam en zo hier van racisme en gedoe en insecurity. Ik merk er echt helemaal niks van. In Wageningen, je kan midden in de nacht dwars door Wageningen heen fietsen. Ik ook in Amsterdam hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, we horen heel veel verhalen. Maar ik denk in de meeste dorpen in Nederland is dat helemaal geen issue. Nee. Nee, maar ze kijken wel, maar er wordt tegen de stad aangeschopt. Van het zijn die mensen in Den Haag. Of het... Ja, natuurlijk. Ja. Maar ja, ik denk dat het gedeelte terecht is. Ja. Ja. Oké, nou, we gaan naar een afronding toe. Is er iets wat jij nog heel graag wil vertellen waar we het niet over gehad hebben? Oké, we hebben heel even iets over gezegd over die migratie. Ja? Dat hele debat wat we vorige week hadden, wat we op dit moment weer speelden, ook binnen Nederland. Op zich vind ik dat een beetje een raar en ook een beetje stomzinnig debat. Kijk, toen ik in Wageningen mijn kandidaats af had, moest ik dus op een, wat wij een praktijkperiode noemen. En ik moest in een tropisch land. Dus ik ben naar Brazilië gegaan, naar Zuid-Brazilië. En ik heb daar gewerkt wat we toen een tijd nog bij Nederlandse kolonies noemden. Dat waren in mijn geval in de staat Paraná in Zuid-Brazilië. Waren dat vooral boeren uit Drenthe en Groningen. Die meteen na de Tweede Wereldoorlog naar Brazilië zijn geïmmigreerd. Als gelukzoekers. Ja, puur als economische migranten. Ja. Dat is geen ander woord voor. Ja. En dat Nederland was er blij mee en die boeren waren ook blij. Ja. Dus daar heb ik rond in 74, 75 heb ik daar 6 maanden gewerkt binnen die Nederlandse gemeenschap. Zeg maar, het is dan een dorp van 100 Nederlandse boeren. Ja. En dat waren protestanten, omdat ze uit Drenthe en Groningen kwamen. Dus dat klikte niet zo goed met de katholieke bevolking in Tanzania. Maar goed, sommige van die boeren waren op dat moment al miljonair. Ja? Die boerden zo goed met soja en soms met melkvee, dat ze al miljonair waren. Dus meteen na de Tweede Wereldoorlog zijn een heleboel Nederlandse boeren naar Canada, Nieuw-Zeeland, Australië en bijvoorbeeld ook naar Brazilië gegaan. Puur economische migranten. Dus waarom doen wij nu zo moeilijk om een paar Afrikaanse economische migranten, geen politieke vluchtelingen, want die mensen die uit West-Afrika komen, ik denk dat er heel weinig echte politieke vluchtelingen zijn, gewoon economische migranten. Wij roepen dan, ja, maar die mensen hebben niet ons moderne arbeidsethos. Dat krijgen ze vanzelf. Kijk, ik zou zeggen van Nederland, in de tijd van Jan Pronk en zo, was Nederland een soort gidsland op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. En als wij nog steeds claimen, ja, volgens mij kunnen we dat nu niet meer claimen, maar als we dat nog weer zouden willen worden, waarom kunnen we dat niet zo simpel doen zoals bijvoorbeeld in Amerika? Daar heb je dat systeem dat ze in elk jaar zoveel migranten laten ze legaal binnen. Ja? Als wij nu bijvoorbeeld zouden zeggen... Maar daar hebben ze heel veel, ik bedoel, wat er nu allemaal speelt. Ja, maar goed, dat systeem bestaat nog. Ja? Maar het werkt niet. Nee, precies, omdat we nu een rare president hebben gekregen. Maar als bijvoorbeeld Nederland zou zeggen, laten we elk jaar 20.000 legale economische migranten binnenlaten. Hè? Die mensen kunnen zich dan in Afrika op een Nederlandse ambassade aanmelden met hun papieren, schooldiploma's. Maar het punt is nu even, heb jij er vertrouwen in dat deze mensen het juiste arbeidsethos hebben? Ja, want je kan dan op de Nederlandse ambassade kun je vragen, een soort cv vragen, wat voor opleiding hebben ze gehad? Hè? Bijvoorbeeld nu de bouwsector in Nederland, die klaagt steen en been dat ze geen mensen hebben. Ze zeggen, we hebben 10, 20.000 mensen nodig de komende jaren om al die huizen te bouwen, alles te isoleren, van het gas af te halen. En gaan ze dan op de ambassade controleren of ze dat arbeidsethos hebben? Je kan gewoon ook in Afrika zijn er metselaars en elektriciëns die een middelbare vakopleiding hebben gehad. Die mensen, je zou kunnen zeggen, die halen we 5 jaar naar Nederland. Met het vliegtuigje. Als je zo'n heel martinaire vliegtuig volzet, kost het €200 per persoon. Dan kan de Nederlandse overheid betalen. Die mensen vliegen hier legaal naartoe. Die geef je bijvoorbeeld 1 week een cursus over de Nederlandse maatschappij, hoe het hier een beetje werkt. 2 weken nog een opleiding met een echte Nederlandse metselaar of een elektricien om te zien hoe wij hier kwalitatief goed werk afleveren. En daarna kunnen ze meteen aan het werk. Laat ze 5 jaar legaal hier werken. Dan zeg je, je gaat 1 jaar terug naar Afrika. Dan kunnen ze een eigen bedrijf op beginnen of whatever. En ze kunnen misschien zelfs de 2e keer terugkomen als ze goed werk hebben gedaan het eerste jaar. Dan krijgen ze getuigschriften van hun eerste Nederlandse werkgevers. Nou, op die manier kan je legaal 20.000...
Maar één land in Europa moet er gewoon mee beginnen. Om dat op een legale manier officieel netjes te regelen. En niet bang zijn dat ze geen arbeidsethos hebben. Nee, want die jongens, die selecteert de mensen die nu al een soort vakopleiding hebben gedaan en die goede referenties hebben van de Afrikaanse werkgevers. Die zullen inderdaad een beetje staan te klapperen met hun oren als ze zien hoe de elektriciteit en hoe er hier gebouwd wordt. Dat is toch nog kwalitatief anders dan in Afrika. Maar dat zullen ze in 1, 2, 3, 4 weken, één maand weten ze dat, kunnen ze dat ook. Ja. Als dan die mensen teruggaan naar hun eigen land. Dat is echt ontwikkeling. Nou, maar Nederland moet gewoon het lef hebben, denk ik, om nu gewoon een pragmatische stap te zetten. En als Nederland laat zien binnen 1, 2, 3, 4 jaar dat het werkt, dan kan je naar de Europese Unie gaan en zeggen van nou, elk land zou dit kunnen doen. En omdat Duitsland en Frankrijk tig zoveel mensen hebben als wij, kunnen zij veel grotere aantallen legaal opnemen. Kijk, dat die economische migratie gaat stoppen, forget it. Als ik een Afrikaanse jongeman was, zou ik precies hetzelfde doen. Wat al die jongens die nu over de Middellandse Zee komen. Ja. Dat maar het is onze verantwoordelijkheid om te zeggen wat wij wel of niet binnen onze grenzen toelaten. Maar dat hebben we dus nu niet door de situatie die we nu hebben. We hebben geen enkele controle. Het komt gewoon binnen. Illegaal. Nou ja, we hebben een deal met Turkije. Ja. En een deal met Libië. Dat gaat dus niet werken. Ja. Die kampen waar ze nu over spreken, dat we die opvangkampen die dan in Afrika zelf moeten zijn. Kom op. Elke Afrikaan die denkt van ja, daar moet ik dus niet terechtkomen. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als er genoeg werk en genoeg toekomst zou zijn in Afrika zelf. Ja, maar dat gaat de komende decennia ga je dan niet met ontwikkeling. Het idee dat je door ontwikkelingshulp, hè, wat nu dan gezegd wordt, we gaan meer ontwikkelingshulp geven aan die landen waar die migranten vandaan komen. Dan zeg ik, oké, we geven al ontwikkelingshulp sinds de begin 60 jaren. Dat is nu 60 jaar doen we dat. Dat heeft die landen weinig geholpen. En nu denken jullie door nu een paar miljoen dollar in Mali te dumpen of in Ghana, dat het nu wel gaat werken, dat die jongens dan niet komen? Forget it. Nee. Ja, I'm sorry, maar dat gaat dus echt niet werken. Nee. Dat gaat niet werken. Nee, dat kun je zo ook wel bedenken. Nee. Daar hoef je geen hogere wiskunde voor gestudeerd te hebben. Volgens mij niet. Ik wil je heel hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. En tot ziens. Dankjewel.